Dames en heren, ons is het tof dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Jullie zien het goed. Ik maak deze video nu in de avond. In de tent. En dan kun je jullie ook een beetje nu zien. Hier. Daar. Ja, dat is een slaapplekje voor tijdelijk. Dus maar. Vandaag heb ik gelukkig wel wat meer topics. Net zoals gisteren, eergisteren in de video, want ja, deze video is om 8 uur nu online. En de volgende, dus voor officieel die van vandaag, komt om 1 uur vanmiddag. Maar dan zie ik jullie bij het eerste dingetje erbij. En het eerste dingetje dat gaat over. Dat Hypex heeft geleakt dat, oh, ja, ik zit nu een beetje met mijn iPad te kloten, maar... Dat jullie nu ook kunnen zien aan de background, eigenlijk. Dat de Bright Bomber het meest voorkomt in de item shop. En al die andere dingen, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd. Maar in ieder geval wel heel veel dingen wat heel vaak in de item shop komt. Maar dan gaan we nu door naar het tweede dingetje. En het tweede dingetje dat gaat over... Dat er voor jullie eigenlijk eergisteravond kon je geen, tenminste was er problemen met de servers in de zin van dat je niet een potje kon opstarten. Maar dat werd kort daarna direct gefixt door de Epic medewerkers, want ja, ze zijn niet meer op vakantie. Dus ze hebben het direct kunnen fixen. Dus daar ben ik super blij mee. Maar ja, we gaan nu door naar het derde dingetje. En het derde dingetje, of vierde ding. Dat is dat Fortnite nu ook hun eigen Fortnite music van het music dingetje nu op YouTube de playlist staat. Tenminste, de link van de Fortnite staat bovenaan in de beschrijving. Tenminste, de eerste link. Dus check het even snel. En dan gaan we door naar het vierde dingetje, denk ik. Ja, vierde dingetje. En het vierde topic gaat over... Dat, tenminste dat zeggen ze, en dat zien jullie nu ook aan de gameplay aan de achtergrond, dat Ariana Grande en Fortnite zouden gaan samenwerken, of Lady Gaga, ik begrijp het allemaal niet, dus daarom wou ik me ook niet zo heel erg in verdiepen daarin, maar ja, hè, het is een Fortnite update video, dus ja. Ja, ik heb er niet zo heel veel meer over te zeggen over dit, maar ja, het zou wel leuk zijn. Allemaal gratis dingetjes in de item shoppen of mensen die we kunnen krijgen met challenges spelen en zo. Maar ja, nu gaan we door naar het vijfde dingetje. En het vijfde dingetje gaat over dat de CEO van Fortnite niet blij is met Apple. En dat heeft te maken dat, om het zo te zeggen, Apple, je pakt zeg maar 30%... van alle aankopen, bijvoorbeeld ook in Fortnite shops of in de aankoop van Apple of de App Store, pakken hun daarvan 30%. En de CEO van Fortnite is daar niet blij mee. Want ja, de samenwerkingen, dat gaat dus waarschijnlijk ook gewoon niet door. Daarom doen ze ook nu vaak samenwerkingen met Samsung in plaats van met Apple, omdat ze daar een betere deal mee kunnen hebben. Ja, omdat in die zin Samsung wel wat goedkoper is dan iPhone. Want Samsung pakt volgens mij maar 10%. Ja, die 20% maakt er maar een verschil uit. Maar ja, nu gaan we door naar het één laatste topic. Eén laatste dingetje. En het zesde dingetje is dat er... dat jullie nu ook zien aan de achtergrond. Dat de week 7, dus die vandaag... Eigenlijk ja, voor jullie vandaag erin komen... Als het goed is om 3 uur in de middag, kan ook een uurtje minder zijn, ook of een uurtje later. Maar in ieder geval komt het wel vanmiddag. Dus, ja, ik ben nu zelf level 81, dus dan, en ik wil graag level 84 worden voor die emote. Dus, ja, nu gaan we door dus naar het zevende dingetje. Ik zeg zevende dingen, nee, er is voor nu helaas geen nieuwtjes. Maar ja, dan wil ik jullie toch bedanken voor het kijken naar deze lange update video. Zo ja, vergeet er niet een blauw duimpje omhoog te vinden. Jullie mijn kanaal te abonneren hier beneden, ergens hier beneden. En dan zie ik jullie om 1 uur vanmiddag weer terug bij een nieuwe update video. Laters.